van Gesthuizen, net na de nederlaag tegen Excelsior. Ik zag hem zelf eigenlijk niet meer aankomen in de slotfase. Nee, wij ook niet. En dat is wel zuur dan. Ja, ja, ik denk, ik heb net in de kleedkamer al gezegd, ik denk dat we deze nederlaag volledig aan onszelf te wijten hebben. Ik denk dat we een groot gedeelte van deze wedstrijd heer en meester zijn geweest. De tegenstander onze wil op hebben opgelegd. Alleen moet je, en dan denk ik vooral aan de eerste helft, moet je denk ik met 0-2, 0-3 de kleedkamer ingaan. Dan moet je ze meer pijn doen. Ja, dat hebben we niet gedaan. En uiteindelijk krijgen we weer twee goals tegen vanuit spelervattingen. Ja, een beetje makkelijk gezegd misschien even vanaf de zijlijn. Je hebt vrij veel wisselingen doorgevoerd in het elftal. Is dat dan toch de afspraken die dan niet meer nagenomen gekomen kunnen worden? Nee, de afspraken worden wel in die zin nagekomen. Hè. Iedereen weet wel welke man die moet dekken. Alleen moet je het ook uitvoeren. En moet je ook een stukje mentaliteit over je hebben. Want deze bal die ga ik wegkopen en die gaat mijn tegenstander in ieder geval niet maken. Dus dat is een beetje het euvel van het begin van het seizoen. Aan de andere kant kun je ook zeggen, hè, dat zullen verdedigers vaak zeggen, van ja, we moeten aan de voorkant gewoon ook meer goals maken. Zeker de eerste helft hebben we zoveel mogelijkheden gehad voorin om hun meer pijn te doen. En dan is die wedstrijd al lang gelopen. Ja, nu gaat de tegenstander wat meer risico nemen. Valt vlak voor tijd die gelijk maken, waarin wij ook al een beetje gewisseld hebben met het oog op vrijdag. Omdat we die wedstrijd gewoon onder controle hadden. Ja, dan krijg je te makkelijk goals tegen vanuit flankballen, spelervattingen. Dat is zonde. Nederlaag tegen Excelsior, naar de verlenging. Die was heel lang de matchwinger, winnaar. Nee, helaas hebben we het in de 88ste minuut hebben we het gewoon weggegeven. En ja, zoals je zegt, ja, ik kon hier gewoon de match winnen worden. Maar ja, is het eigenlijk zonde hoe we het hebben weggegeven. Ja, want het begon heel sterk, maar uiteindelijk als je het zo weggeeft en daarna nog in de verlenging zo twee goals om de oren krijg, ja, dan is het zonde. Ja. Ja, ik verwacht hem eigenlijk niet meer de gelijkmaker van Excelsior. Jij wel? Ik had hem ook totaal niet verwacht, totaal niet. Maar ja, ik zag al dat ze erg gevaarlijk zijn met de voorzetten en de standaard situatie. Dus ja, maar de 2-2 had ik echt niet verwacht, nee. Want voetbal ging eigenlijk heel makkelijk, eigenlijk gewoon heel goed de hele wedstrijd lang. Ja, klopt. Ja, we konden heel makkelijk onze vrije man vinden op het middenveld. Heel makkelijk doorvoetballen. Dus dat is eigenlijk ook wel het pluspunt van vandaag. We hebben eigenlijk een hele goede wedstrijd gespeeld. Alleen het gaat er uiteindelijk wel om dat je wedstrijden wint. En het feit dat we twee goals gemaakt hebben, is misschien weer het riedeltje van het begin van het seizoen. We krijgen er dan te veel tegen. We moeten dan te veel goals maken om wedstrijden te winnen. En dat hadden we dan eerst zelf moeten doen. En dat hebben we niet gedaan. En dan krijg je de deksel op je neus met spelervattingen. Nou, gaat NEC ging sowieso de beker niet winnen, hè, dit seizoen. Dus is het dan iets makkelijker van je af te zetten deze nederlaag dan een competitienederlaag? Nou, ik weet niet of de beker. Kijk, als je die instelling al hebt, dan moet je er niet aan beginnen. Ik heb zelf met Fortuna Sittard ook wel geen hoogvlieger in de Eredivisie de beker de finale is gespeeld. Als het een beetje mee zit, en loting, et cetera. Alleen ik snap wat je bedoelt. Wat dat betreft hebben we natuurlijk ook, als je kijkt naar de opstelling, een beetje met een schuin oog gekeken naar vrijdag. Plus dat we wel wat pijntjes hadden, dus jongens die ook die echt niet konden spelen. Dus dat is een beetje dubbel. Hè. Je kijkt naar vrijdag, maar je kijkt ook hoe we deze wedstrijd kunnen winnen. Dus daar lag het niet aan, want deze jongens die nu gespeeld hebben, die normaal wat minder hebben gespeeld, die hebben het prima gedaan. Alleen vergeten goals te maken. En dan speel je echt lekker vanavond. Hè? Goeie wedstrijd voor jou, je bent in vorm. En dan zit je aan de kant, want je bent al gewisseld. En dan zie je de ploeg gewoon de doelpunten weggeven. Hoe frustrerend word je dan? Ja, ik vond het... Ik was echt frustrerend. Ik vond het echt jammer. Want ja, zoals je zegt, dan speel ik goed. Dan heb ik twee goals gemaakt. En dan wil je uiteindelijk ook dat je daarmee zeg maar wint, snap je? Want dan krijg je als team credits en ook persoonlijk. Maar ja, nu heb je er eigenlijk niks aan. Eigenlijk. Alleen voor jezelf persoonlijk dan. Twee keer met links? Ja, twee keer met links. Ja, ik ben eigenlijk rechtsbenig, maar ik schiet. Het is niet de eerste keer dat ik met links scoor. Nou, de eerste die was nog wat wijfelend met links, maar die tweede was lekker, hè? Ja, die tweede was zeker lekker, ja. Ja, zeker lekker. Hoe hebben jullie de wedstrijd vanavond benaderd? Want het is beker, het is niet het belangrijkste van dit seizoen. Er komt een belangrijke wedstrijd aan vrijdag tegen Cambuur. De opstelling is een beetje aangepast. Hoe leefde het deze wedstrijd? Ja, het leefde sowieso. Er waren een aantal wijzigingen geplaatst, maar het leefde sowieso van we moeten gewoon voor de winst gaan. Elke wedstrijd telt. Dus we wilden deze wedstrijd ook gewoon winnen. En zo zag je dat we gewoon sterk begonnen. Dus uiteindelijk hoe je dan zo weggeeft, ligt het niet zozeer aan hoe je een wedstrijd benadert, zoals je zegt. Maar we benaderden deze wedstrijd gewoon als een elke wedstrijd. Ja, als een competitiewedstrijd of zo. Dus, Nou, afgelopen vrijdag hadden we twee keer Okita. Vanavond twee keer, jij kon twee keer scoren. Je hebt jezelf weer lekker in het elftal geknokt. Ja, zeker. Ik probeer gewoon mijn taak uit te voeren. En elke minuut die ik krijg, die waardeer ik. En dat wil ik gewoon benutten. Dus nu heb ik twee goals gemaakt. Dus ik hoop dat ik de lijn kan doortrekken.
Ja, het waren een aantal jongens die echt wel een kans gekregen hebben. Overtoom, Lartis Sanjes, allebei goed gespeeld vanavond. Ja, ja, die jongens hebben in principe inderdaad goed gespeeld. Nou, dan zie je ook wel een beetje dat die jongens een tijdje niet hebben gespeeld. En op het einde natuurlijk wel heel vermoeid waren. Maar ik denk ja, dat je zeker kijkt naar het grootste gedeelte van de wedstrijd. De eerste uur, de eerste 70 minuten. Dat we allemaal gewoon prima ons ding gedaan hebben. Alleen, ja, als je dan uiteindelijk die goal niet maakt, dan moet je eigenlijk zeker kunnen weten van nou, deze wedstrijd die wordt dan 2-1 en dan moet het maar een 2-1 zijn. Ja, en daarin nogmaals krijgen we te makkelijk goals tegen vanuit flankballen. En dat zijn vaak voorzetten of vrije trappen van de zijkant of corners. Over pijntjes gesproken, Kvida viel uit na een half uurtje spelen met een blessure aan de enkel. Hoe is het daarmee? Ja, dat is even afwachten. Dat ziet er nu op het eerste oog niet zo goed uit. Heeft geen gevoel meer in zijn voet, dus het zal iets met een zenuw zijn. Maar dan moeten we morgen even zien hoe dat herstelt. Maar op dit moment denk ik dat het twijfel is voor vrijdag. En dan is op zich een verlenging ook niet waar je op zit te wachten, denk ik, met oog op vrijdag. Nee, in principe niet. Maar goed, ja, weet je, dan moet je zelf maar zorgen dat je de wedstrijd eerder beslist. En zij scoren vlak voor tijd en dan moet je die verlenging in. Ja, en als je achteraf bekijkt, dan verlies je misschien liever in de 90e minuut met 3-2 dan dat je nu na 120 minuten met 4-2 staat. Alleen dat is achteraf, ja, we moeten die verlenging spelen. Maar goed, het zijn topsporters. Herstellen en weer op naar vrijdag. En vrijdag gewoon een goed resultaat inzetten, dan hebben we het nergens meer over, toch? Nou, dan zal die vrijdag wel uit de geheugen zijn. Nu is het nog even balen. Maar ja, goed, als je vrijdag bij Cambuur wint, dan ziet de wereld er wel anders uit. Maar ja, daarmee moeten we de bekertoernooi niet tekort doen. En nogmaals, het is een beetje dubbel gevoel. We hebben eigenlijk best een goede wedstrijd gespeeld. Alleen, ik denk als de mensen in de 75 minuten weg zijn gegaan bij een 2-1 stand en die zeggen het is 4-2 geworden, dat ze zeggen dat je gek bent geworden.